Het moment is aangekomen, we gaan de leeuw naar buiten toe laten. De kat komt naar buiten. Mark voor Rob, je kan de schuif openmaken. Ik zet hem open. Nou ga ik jullie laten zien of hij meteen naar buiten komt. We gaan het zien. Hij is zojuist naar buiten toe gekomen. Het ging eigenlijk best snel. En als we nou kijken naar hoe die erbij loopt, hij is echt wel relaxed. Misschien staan. Imposant toch? En dan moet je niet schrikken van die rood-witte linten. Hij moet natuurlijk een beetje wennen aan die glazen ramen. Want het schijnt dat hij dat in zijn vorige verblijf helemaal niet had. Dus vandaar dat wij een beetje rood-wit lint voor de ruit hebben gedaan, zodat hij in ieder geval ziet dat hij er niet doorheen kan komen. Oh. Yeah. Maar behalve die ene heer willen we ook graag de drie dames. Nou, we hebben de laatste dag of dagen eigenlijk flinke stappen gemaakt. Ze hebben alle binnenverblijven hebben ze verkend. En we hebben trainingstukjes gegeven aan de dames. En daar zijn we echt heel blij mee. Daar hadden we eigenlijk nog niet helemaal verwacht dat ze daar naartoe zouden zijn. Maar ze kwamen het heel makkelijk halen. En dan kan je ook pas zien dat ze echt weer veranderingen beginnen door te maken. Want degene die het angstigst was, Sabi, die kwam nou als allereerste de stukjes pakken. Dus die heeft haar angst overwonnen, denk ik. En de ontdekkingsreiziger, Lewa, ja, die heeft er echt geen zin in. Dus dat is toch grappig. Het verandert totaal. De volgende stap is eigenlijk dezelfde stap die we ook hebben gedaan met Ducat. Dat is namelijk de dames naar de separatieren. Heel spannend, want dat is de eerste keer in de buitenlucht van Amersfoort. Maar ze kunnen ook heel goed contact leggen met Ducat.